Het landschap in de Schorrelse duinen is de afgelopen 3/4 jaar aanzienlijk veranderd. Waar eerst mooie duinvalleitjes waren, zie je die soms nu niet meer. En in de plaats daarvan zijn kleine nieuwe meertjes ontstaan. Ook hier bij het Vogelmeer zie je dat het behoorlijk is uitgedijd. Heeft heel wat duin rondom ingelijfd. En dat is allemaal het gevolg van de klimaatcrisis. We hebben natuurlijk een aantal zeer extreem droge zomers gehad en het afgelopen jaar extreem veel regen en de aarde is verzadigd. Naast mij staat boswachter Samuelle van Deutekom en ik ga met haar op pad en we gaan het hebben over de gevolgen van dit extreem veel water voor de natuur. Een korte vraag alvast, is het een zorg of een zegen, al dat extra water in de duinen? Het is een beetje van allebei. Natheid hoort heel erg bij de duinen. We hebben ook altijd heel hard gewerkt om meer natte duinvalleien te krijgen, dus dat is heel mooi. Maar je ziet ook wel dat het de recreatie in de weg kan zitten als bijvoorbeeld een fietspad overstroomt. Dus het is een zorg en een zegen. Ja, hoort erbij, hè? Welke soorten die profiteren het meest van al dit extra water? Ja, dat zijn natuurlijk de dieren en planten die heel erg gebonden zijn aan water. En je ziet hier al mooi zo'n, eigenlijk een beetje een extra stukje, een poeltje wat is ontstaan. En je ziet dat er heel veel schaatsrijders hier zitten. Dat zijn echt van die diertjes die op het water leven. En als je ook goed kijkt, zie je daar... Oh ja, zwarte, kijk! Ja! Dat zijn allemaal vissen. Je ziet echt zo'n zwarte waas van al die vissen die hier nu zitten. Ja, die profiteren natuurlijk ook van die natheid. En vooral als de zon hier schijnt, zie je bijvoorbeeld ook heel veel soorten libelles, waterjuffers. Dus ja, dat zijn allemaal dieren die eigenlijk hier heel erg blij mee zijn. Met de kikkers en de padden. En je kan door blijven gaan. Maar dit zijn echt visjes of zijn het kikkervisjes? Dit zijn echte vissen, ja. Oh joh, maar hoe komen die dan hier? Nou ja, het water loopt eigenlijk gewoon door. Zoals je ziet. Tussen het gras door. Waarschijnlijk toen ze heel klein waren, zijn ze hier overgezwommen. En het zou ook kunnen zijn dat een vogel de eitjes heeft meegenomen aan zijn poten. Oh. Dus de vissen-eitjes die blijven dan kleven aan de vogelpoten als die ergens landt. En dan vliegt de vogel door naar een volgende plek. En zo kunnen ze ook vissen op een plek komen waar eerst geen vissen waren. Ja. Dus misschien is dat gebeurd, maar ik denk dat deze gewoon overgezwommen zijn. Want het vogelmeer is eigenlijk altijd nat. Dus daar hebben we ook wel gewoon een echte vissenpopulatie. Dus waarschijnlijk zijn ze van die kant hierheen gezwommen. Oh, en dat op diepe water is dan heel veilig, want hier zitten geen grote roofvissen. Maar het is nu wel, ja, als wij er dan inlopen, dan kunnen ze nergens heen. En dan zie je ze echt in die grote scholen... Eigenlijk een beetje in paniek raken, dus we geven ze zomaar even wat ruimte dat ze weer kunnen oversteken. Maar als ze nou groter worden, ze moeten wel op tijd weer terug, want als ze groter worden, dan hebben ze een probleem. Ja, en ze moeten dus ook voordat het water weer zakt, moeten ze teruggezwommen zijn. En ze zijn ook een makkelijkere prooi voor vogels natuurlijk. Ja, dat is wel weer het risico, maar dat is wel weer het voordeel als je met zoveel bent. Daardoor bewegen ze zo, want dan ben je weer moeilijker te pakken. Dan word je één grote waas voor een vogel. Okay. Dus ze zijn heel slim. En zijn er nu ook meer muggen? Nou, dat zou je wel verwachten, want natuurlijk de mug legt de eitjes in het water en daar heb je die larfjes. Maar we zien het eigenlijk niet. En ik merk het thuis eigenlijk ook eigenlijk niet. Er zijn heel weinig muggen, dus waar dat dan aan ligt, dat is dan wel weer bijzonder. Maar de libel die doet het hier wel heel goed. Ik heb nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Okay. Dus een aanrader, als er een keer de zon schijnt, kom echt even kijken. Het is prachtig. Ja, blauw zijn ze, hè? Ja, je hebt allemaal kleuren. Je hebt grote die zijn geel of groen. En je hebt natuurlijk de juffers, die heb je in het rood en in het felblauwe. Dus het is echt een kleurenparadijsje. Ja. En hoe zit het met watervogels? Zie je een toename dat ze dit weten te vinden nu? Nou, met vogels is het altijd wat moeilijk om snel te zien hoeveel ze het beter doen. Want ze verplaatsen zich natuurlijk heel veel. Maar je ziet bijvoorbeeld wel in stukken bos die nu onder water staan. Dat er komt gewoon familie eend voorbij. Oh, ja. Terwijl die daar eigenlijk normaal nooit kon zwemmen. Dus die passen zich heel snel aan die aangepaste omstandigheden. Dus ook watervogels die houden er wel van. Ja, dus in ieder geval een deel van de natuur is heel blij nu. Ja. Gelukkig. Zeker. Kun je ook al iets zien aan de vegetatie? Zijn er meer waterminnende planten of gaat dat te snel? Nou, dat gaat wel vrij snel. Maar wat je wel bijvoorbeeld al hier heel goed ziet, is dat een gedeelte van de heide nu aan het afsterven is. Dat hij het wat moeilijker ermee heeft, maar dat geeft wel weer ruimte voor nieuwe soorten zometeen. Of voor de jonge heide om weer terug te groeien. Dus het is heel spannend wat daar gaat gebeuren. Ja. Maar dus je ziet van de planten nog niet heel snel dat effect. Je ziet vooral dat er nu ruimte gaat ontstaan voor andere soorten. Ja, en wat verwacht je dan voor soorten?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. En dat is vooral omdat het eigenlijk de eerste keer is dat we het meemaken dat het zo nat is. Dus voor ons is het ook maar afwachten van wat gaat er naar boven komen. Want je moet je voorstellen, die hele bodem zit vol met zaden. Dat noemen we de zaadbank. En afhankelijk van eigenlijk wat het klimaat doet, komen bepaalde planten wel of niet op. Dus het is ook voor ons nog eigenlijk een verrassing wat er straks naar boven gaat komen. Dus we hebben samen een primeur hier. Ja, dat sowieso. Uitkijken voor uitstekende takken. Ik zie daar wel een mooie juffer. Ik ben wel benieuwd wat het betekent voor het bodemleven. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook wel zoveel invloed. Want er leeft natuurlijk van alles in de grond. Allemaal verschillende insecten zitten erin. En je kan je voorstellen, de soorten die normaal eigenlijk op het land leven en dan daar onder de bodem zitten, ja, die doen het niet zo goed als die onder water komen te staan. Nee. En welke soorten zijn dat? Dat zijn bijvoorbeeld mieren. We hebben hier natuurlijk de rode bosmier, een van de soorten waar we heel trots op zijn. Maar die kan niet zo goed tegen het water. Als een mier op onder water komt te staan, dan redden ze het niet. Maar er zijn eigenlijk altijd wel een paar exemplaren die dan toch uiteindelijk zich weten te redden. En dan vliegen die gewoon ergens alles overnieuw. Ja, en heeft dat dan nog invloed op de voedselketen als er zo'n toch relatief groot stuk onder water staat? Nou, dat verwachten we eigenlijk niet, omdat er gewoon zoveel bodemleven is. En het is zo lokaal, die impact van het water. Verwachten we eigenlijk niet dat dat heel veel gaat uitmaken. Juist omdat ook in het water heel veel andere insecten het wel weer heel erg goed doen. Bijvoorbeeld de muggen en de libelles. Dus we hopen dat dat elkaar dan een beetje gelijk trekt. Ja, ja. Maar er zijn geen soorten die je straks gaat missen daardoor? Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké. Ik zie dat er ook allerlei bomen in het water staan. Verderop zag ik ook wat grotere bomen. Zullen we daar even naartoe lopen? Ja, laten we dat doen. Nou, ik zie hier allerlei nieuwe soorten al ontstaan. De moerasberk en de waterden. Je zou het bijna wel verwachten. Hè? Dat, ja. Hoe lang duurt het ongeveer voordat je nieuwe soorten krijgt? Dat je echt helemaal nieuwe soorten krijgt. Ja, dat hangt van zoveel factoren af. En dat is natuurlijk ook met het water nu. Dat is één factor die heel veel invloed heeft. Dus er moet eigenlijk iets veranderen. Het moet natter worden, het moet droog worden. En dan moet ook daardoor een soort van ruimte in het systeem komen voor een nieuwe soort. Dus ik denk dat een paar natte jaren, dat niet gelijk het hele systeem gaat veranderen. Nee. Dat zou wel meevallen. En een zaad dat in water valt, kan ook weinig, hè? Die rot waarschijnlijk. Ja, of het zakt naar de bodem als het bij sommige soorten. En dan zal het uiteindelijk wel weer omhoog komen. Er zijn ook natuurlijk bepaalde soorten die op die manier hun zaad verspreiden. Ja. Die zijn er weer op ingesteld. Ja. Dus we gaan het zien wat eruit gaat komen. Maar op zich, voor de natuur, een nat jaar of een paar droge jaren of een keer heel heet, dat verandert niet gelijk alles voor de natuur. Nee. Maar als een boom heel lang onder water staat, en ze staan nu eigenlijk al vanaf de winter onder water, hè, in het water met hun stam. Ja. Hoe lang houdt hij dat vol? Gaat hij dan niet rotten op een gegeven moment? Nou ja, op een gegeven moment krijgt het in ieder geval wel heel erg zwaar. En dat zie je ook wel bij heel veel van die bomen, dat ze eigenlijk bijna geen blaadjes meer hebben. En wat het vooral is, eigenlijk in de wintertijd zijn natte wortels en natte stam niet zo heel erg. Want dan is die boom in winterrust. Maar het is meer op het moment dat hij weer moet gaan groeien, dan moet hij allemaal dingen gaan opnemen via zijn wortels. En dat kan hij niet zo goed als hij onder water staat. Dus dan gaat hij echt wel het zwaarder krijgen. En ook daar geldt weer... Te diep? Ja, dit is wel... Je let even niet op. En, Ja, de natuur. Ja, de natuur die doet wat hij wil. Dus als bomen in winterrust zijn, hebben ze niet zo last van. Als het dan op een gegeven moment lente wordt en de boom gaat groeien, dan wordt het vervelender. En vaak is het dan ook, als een boom heel gezond is en heel sterk is, dan trekt hij dat wel voor een jaartje. Maar vaak als het jaar ervoor heel erg droog is geweest, of hij is toch wat verzwakt doordat hij ziek is geweest, dan zie je dat ze er gelijk aan onderdoor gaan. Maar, dus ik begrijp per boom. Niet helemaal waarom dan. Waarom is het in de lente dan, waarom kan die het niet opnemen? Want hij heeft juist... Ontzettend veel water. Omdat ze natuurlijk niet, dat ze ook andere stoffen moeten opnemen. En er is ook zuurstof nodig in dat opnameproces. Ah. En dat is er dan niet. Ja. Dus het water is er genoeg, maar er moet ook meer opgenomen worden. Aha, en dat kan niet het. Als je helemaal onder water staat. Ja. En de wortels, gaan die nog rotten of ook niet? Nou, uiteindelijk wel. Ja. Maar dat is vaak wel, dan zit er wel meer tegen dood aan. Dus dat is niet waar het probleem mee begint. Ja, dat is meer het gevolg ervan. Ja. Maar je ziet inderdaad aan die berk al dat hij heel weinig blad nog heeft. Die is niet zo happy en ik denk ook niet dat hij het gaat redden. Maar dat is ook oké. Is oké. Wat zijn de lange termijn effecten voor die bomen die we straks gaan terugzien?
Nou, dat is best wel moeilijk te zeggen. Voor een boom die heel verzwakt is, zou je waarschijnlijk snel resultaat zien. Maar mensen verwachten altijd heel erg van vandaag gebeurt dit en dan zie je dat terug. Maar natuur is natuurlijk heel erg traag eigenlijk. Het is ook een bos doet er 100 jaar over om volwassen te worden. Dus ook dingen, bijvoorbeeld die natheid, dat kan ook pas over 40, 50 jaar als je daar nog effecten van terugziet. Dus ja, dat is ook voor ons kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Ja, en het verschilt natuurlijk ook nog per soort boom. Ja, zeker. We zien dat de esdoorn het over het algemeen niet zo goed raakt, de natte voeten. Die gaat op veel plekken dood. Maar we zien bijvoorbeeld dat de eiken eigenlijk nog heel dapper doorgaan. Dus ja, daar zit misschien ook iets onder de leden wat we dan niet weten bij de esdoorn. Of hebben de eiken zijn gewoon heel sterk hier. Dat zou ook kunnen. Ja, ja. En ik vind de dennen het wel goed doen. Die zien er behoorlijk groen uit die in het water staan. Ja, de dennen die zijn hier wel heel sterk, ja. Ja, er zijn veel wandelroutes inmiddels gedeeltelijk onder water. Hè? Je moet echt behoorlijk zoeken als je een wandelroute wil lopen om droge voeten te houden soms. Zeker. En hier liep ook een wandelroute, hè? De zwarte route, de roetroute. Ja. Waar loopt die precies? Daar ergens. Ergens in het water? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat, en kunnen we erop lopen, denk je? Nou, ik ga het niet wagen. Dat, ik ben toch te veel gehecht aan mijn droge voeten. Echt te diep, hè? Ja. Ja. Nou, dat, zijn er ook nog droge routes in de duinen? Ja, zeker. Gelukkig is een heel groot deel van de duinen ook gewoon droog. Dus daar hebben we eigenlijk de droogvoetenroutes gemaakt. Dat zijn plekken die ongeacht hoeveelheid regen hou je in ieder geval droge voeten. Oh, top. Dus die kan je gewoon vinden op, bij het buitencentrum kan je er naar vragen. Of je kan ze vinden op onze website bij de Boswachterblog. Dus wie het avontuur liever niet aangaat, die kan gewoon lekker met droge voeten lopen. Ja. Mogen ze het avontuur aangaan, zoals wij dat net een beetje deden, gewoon wel met waterschoen het water in? Of maak je dan de natuur kapot? Nou, eigenlijk is dat juist het beste, want dan blijf je gewoon op het pad lopen wat er al is. En wat de afgelopen tijd is gebeurd, is dat er allemaal extra paden zijn ontstaan. En eigenlijk is dat veel schadelijker, want nou, de planten die er groeiden zijn allemaal doodgetrapt nu. Ja. Dus ja, dat is wel, eigenlijk dit is daar een gevolg van. Ja, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk ook wel tof juist dat je gewoon nu hier zo door het water mag wandelen. Dat, ja. Want je ziet ook daar zo'n libel, een paardje die ijsjes aan het afzetten zijn. Ja, normaal kan je dat nooit van zo dichtbij bekijken. En dat geeft mij ook wel een stoer gevoel eigenlijk. Ja, de natuur is ook heel stoer. Ja. En de natuur redt zich wel. Nou, ik heb hier laatst dus die route gelopen. En toen waren het nog zo'n paar meertjes, kleine meertjes. Maar nu zijn het gewoon al helemaal banen. Een soort halve riviertjes geworden. Ja, je ziet dus wel echt dat het van die kleine waterpartijtjes zijn die op een gegeven moment op elkaar aansluiten. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment dus ook echt stroming in. Ja. Ja. Nou ja, wel leuk voor die duinen daar dat ze ook een beetje kunnen mee profiteren. Ja, die nattigheid, dat vinden ze helemaal niet erg. Ja. Het heeft ook wel schoonheid, vind je niet, het nieuwe landschap? Het is prachtig. En het is natuurlijk ook de vraag van hoe lang blijft het zo. Maar eigenlijk is het wel iets wat heel erg hoort bij dat duinsysteem. Wat er ook die natte duinvalleien, waar we dus al die maatregelen voor genomen hebben. Maar ja, kijk, zo nat hoeft dan misschien ook weer niet. Maar eigenlijk hoort het wel heel erg bij je duinsysteem. Dat is bijvoorbeeld ook waarom we ons drinkwater winnen in de duinen. Omdat daar juist zoveel vocht in hoort te zitten. Ja. En ja, daar hoort dit bij. En het is gewoon spectaculair. Ja, en wat voor maatregelen hadden jullie dan genomen? Er is bijvoorbeeld geplacht dat je het gewoon net wat dieper maakt. Zodat het dan in de winter kan het onder water lopen. En dan in de zomer ligt het normaal weer helemaal droog. Nou, dus dat je winst. Ja, nou, is gelukt zou je kunnen zeggen. Maar dit komt echt gewoon door de extreme regenval van de afgelopen tijd. En dat hoort nu tegenwoordig ook bij. Dan moeten we ons maar aan aanpassen, denk ik. En genieten. Dat zeker. Dat is toch mooi? Het is prachtig. Ja, echt prachtig.